Kijk, ik ben aangekomen bij de weegbrug. En ga ik een poging doen. Je ziet dat een tank vol is. Ik heb wel ja, een half kilo kleingeld mee. Omdat ik weet dat de handelaar die daar zit, in dat gebouw, de houthandel, die aanvaarden alleen maar cash. Dus heb ik maar cash mee. Ik zou er niet van verschieten, moest de weegbrug ook alleen maar op cash werken. Verder heb ik blijkbaar ook een koe. En nog een pop mee, de stoel blijft er sowieso in zitten. En als ik even van achter kijk, ja, het bed is opgemaakt. Dat kastje is nog wel niet afgewerkt, maar dat zal het gewicht niet maken. De gas is, de wc is gebruiksklaar, water zit erin. En ik heb geen bagage mee, ik heb wel tafel en stoeltjes mee, maar voor de rest is de camper leeg. Dus dan ben ik benieuwd wat dat dan nu weegt. Eerst eens gaan zien hoe dat we kunnen betalen. Ja, ik dacht het wel. Mijn geld is. Dat heb ik uitgelegd. Kost 5 euro. Je kunt er stukken van 2 euro, 1 euro, 50 cent of 20 cent in kwijt. Je moet een ticket plaatsen. Dus een blad van daar aan de printer. En dan geld insteken, 5 euro. En dan even 1 of 2. Oké. Okay. Voor de mensen die deze weegbrug zoeken, dat is op de baan van Ronsen naar Braak. Mijn geld. Ziet dat het van pas komt, hè? Mijn halve kilo. Ik ga niet meer wegen, de halve kilo. Dus €5, €1, nee, oké, ik ben 1, 2, 3, 4, €5. Dus €5 klaar. Ik ga met ze op de weegbrug. Nou, we gaan de instructies volgen. Een ticket in de printer heb ik gedaan. En dat is dat hier. Dan geld. Dan moet ik ook weten of ik kan tellen. Ik heb er wel €5 dan. Press F1. Het zijn ook de vuilste knoppen die je trekt. Dat is het eerste weegresultaat, het tweede weegresultaat. Is F2. Nee, dat doe ik niet veel meer. Maar ik heb wel hier. Dus op die datum heb ik 2,580 kilo gewogen. Dus ik kan nog bijna 1000 kilo laden.